Deze beschouwing, die is voor aanstaande ouders. Ik heb deze nummer twee, hè. Dat wordt, het wordt een soort miniserie, denk ik. En in de eerste, voor aanstaande ouders, heb ik erbij stilgestaan dat je dat op heel veel manieren totaal kan verprutsen. En dat moet je niet doen, hè. En nu ga ik het erover hebben hoe je het goed moet doen. En waarom ik het wil hebben over aanstaande ouders, is enerzijds heel praktisch: namelijk dat momenteel onder de Nederlandse vrouwen is het niet echt meer een hobby of gewoonte om kinderen te baren. We hebben het over 1,3 kind per vrouw en dan ook nog heel veel vrouwen die in hun eentje die opvoeding gaan doen. En dat moeten ze dus helemaal niet. Dat moet gaan veranderen. Ik vind dat. Hè? Want ik vind de Nederlander als mens, die mag er zijn. Wij spreken een heel mooie taal. Een hele schone tol. Met prachtige dialecten ook nog. Wij, wij hebben Nobelprijswinnaars. Wij hebben onder ons. In de 20e eeuw een hele grote filosoof uh, uh, gehad. En niemand kent hem, hè? maar we hebben hem wel. Gerardus Heimans. En in de 20e eeuw een hele grote logicus, Lutze Brouwer. We hebben nogal wat gepresteerd als land. We, landwinning hebben we gedaan. Wij zijn het land van de landwinning. Wij hebben van een miserabel stukje Europa een, een, prachtig, een prachtige regio gemaakt. Toen heel lang geleden zo iemand door de Romeinse keizer hier naartoe was gestuurd om dit gebied in te nemen... Die heeft een koerier uh, een teruggestuurd met de boodschap van... Uh, mag ik weer naar huis? Want dit gebied, daar... Ja, daar stuur je je ergste vijand nog niet naartoe. Zo, rotzooi was het hier. In Nederland heet ook wel kikkerland. Nou, dat was ik precies uh, de diersoort die hier uh, prima uh, naar zijn zin had. Lekker veel muggen en andere ongedierte. Nou, ja, die kikkers vinden dat lekker. Kwak kwak. Maar mensen, ja. Maar inmiddels, ja, geef toe. Nederland is een heel mooi land. Je kan zeggen het is overgereguleerd. Het is allemaal zo netjes. Maar aan de andere kant, het is wel erg netjes. Dat is best wel fijn. En dat merk je wel als je op vakantie gaat. Hoe die bewegwijzering. Heb ik het niet over Duitsland. Maar als je naar België gaat. Frankrijk. Nee, de mijn Nederland maar. Het asfalt is mooier. De, de wegen zijn beter uitgelicht. De, de witte strepen op de weg zijn echt wit. Nou, in Frankrijk is het. Ja, sommige stukjes zijn best mooi. Maar daar moet je dan ook gelijk weer voor betalen. Huh? Route péage. Hier in Nederland, ja, je betaalt wegenbelasting, maar voor de rest voor de weg zelf. Ja, we hebben geen tolwegen. Nou, nah, Niet helemaal waar. Dus her en der is er een tolweg. Maar dan moet je wel weten te vinden. <laughs> Ja, de Nederlandse mens, en met name dan de Nederlandse taal, dat, dat vind ik een, een hele mooie taal. Wist je dat Nederlands voor de, de Engelstalige mens, is Nederlands de makkelijkste tweede taal om te leren? Dus al dat gezeur over dat Nederlands zo moeilijk zou zijn, dat is helemaal niet waar. dat blijkt uit het feit dat Engelstalige mensen Nederlands als het makkelijkste kunnen leren makkelijker dan Frans of Duits of Spaans. Ja, dat is er een ding om bij stil te staan. Nou, dus dan mogen best wat Nederlanders bij en dan willen we natuurlijk hele gezonde, blije, fijne Nederlanders hebben. En hoe maak je die dan? Nou, die maak je in principe op dezelfde manier als hele fijne, blije Duitsers of Fransozen of Spanjolen. Het gaat namelijk om het opvoeden van een kind, maar dan toegespitst op de Nederlandse situatie, maar daarin verplaatsend. Maar dit kan je één op één vertalen naar alle andere landen natuurlijk ook. Waar het om gaat is dat een, een kind wat jij krijgt, en dan gaan we uit van een normale situatie, namelijk papa en mama. En die krijgen samen een kindje. Ja. Nou, en hoe ga je daar nou mee om? Nou, zo'n kindje. dat krijg je. maar dat is niet van jou. klinkt een beetje gek. Maar je krijgt het wel. in de zin dat je er verantwoordelijk voor bent. Dus in die zin. Is het jouw eigendom? Want jij moet ervoor zorgen. Maar dat kind is niet van jou. Het kind is een kind van God. Je hebt het niet in bruikleen, als je dat soms mocht denken. Nee, het kind is niet van jou. Jij moet ervoor zorgen. Jij moet er precies zo voor zorgen. Zoals God dat wil. Nou, en dan begint het met als het kind net geboren is. Uh, een kind kan bijvoorbeeld, als het net geboren is, niet kijken. Het heeft wel oogjes. Het lijkt wel te kunnen kijken, maar het, het kan niet kijken. Het kan helemaal niet onderscheid maken. Het. Ja, moet je je voorstellen dat een kind heeft ogen gekregen vanaf. Nou, dat is met een paar weken al hoor, dat die, dat, dat ooggebeur al begint te werken. Hè? Dus het heeft al visuele input in de buik van de moeder. En dat is de visuele input die het kind gewend is. En dan komt het uit de baarmoeder. En dan krijgt het dus een enorme verandering in de visuele input van de hersenen. Maar die hersenen die kunnen dat helemaal niet verwerken. Die zijn er nog helemaal niet klaar voor. Dus een, een poes en een hond ook, dacht ik, en, en, en veel knaagdieren ook, die worden geboren met de oogjes dicht. En pas na een tijdje gaan de oogjes open. En je kan zeggen, bij een mens is dat ook zo. In die zin dat het opengaan van de oogjes dan plaatsvindt aan de binnenkant, bij het brein. Het brein moet dat doen. Daar sta je niet zozeer bij stil, maar het zijn niet je ogen die kijken. Het brein kijkt. En zo is vastgesteld dat als je een. ...een bril op doet die het beeld wat je ziet ondersteboven draait... ...dan heb je daar in eerste instantie ontzettend moeite mee. Want eh, wat onder is, dat staat dus aan de bovenkant van je netvlies. En, en andersom dus. Hè? Tenminste, wat onder is, zie je uh, boven je en, uh, en vice versa. Dat, dat kan je met een prisma, kan je dat trucken. Dit hebben ze daadwerkelijk gedaan met mensen. En dan zetten ze iemand dus zo'n bril op. En dan moet zo iemand bijvoorbeeld een balletje vangen of zo. Nou, dat lukt dus echt voor geen meter. Maar als je dat een tijdje volhoudt. En dan elke ochtend trouw dat brilletje op. En dan zie je dus trouw elke dag de wereld ondersteboven. Dan ben je eraan gewend. En wanneer je na een paar weken er helemaal aan gewend bent. en je doet het brilletje af. Dan begint het hele sodemieter weer van voren af aan. Dan zie je weer de wereld ondersteboven. Naar nou, je gevoel. En dat terwijl jij de wereld in het echt daadwerkelijk ondersteboven ziet. Omdat je oog is een lens en de beelden worden omgedraaid. Die komen ondersteboven terecht op je, op je netvlies. En dat merk jij dus niet. Als mens. Kijk, zoiets bijvoorbeeld, zoals het gezichtsvermogen van een kind. dat, dat doet er nogal even over voordat dat zich gaat ontwikkelen. En dat is dan ook typisch de periode. waarin zo'n mens helemaal afhankelijk is van jou. En. ja, dan moet je alle tijd hebben. En een kind. Zeker in het begin, je moet om de zoveel uur een beetje voeding krijgen. Want het is gewend aan uh, continue voeding. In de baarmoeder krijgt een kind continu voeding. Net als dat jij aan een infuus ligt, hè? krijg je ja, iedere seconde als het ware een klein beetje voeding van je moeder. Dat gaat via de placenta, de, de, de moederkoek. En als het kind dan uit de, uit de baarmoeder komt, ja, dan is die, die maag en die darmen, die, die, die doen het dan wel een beetje. Maar dat moet nog helemaal ingereden worden. Dus dat kan maar een heel klein beetje voeding aan. Dat is ook niet zo erg, want uit de borst van de moeder komt ook maar een klein beetje melk. Zeker in het begin. En als. Dan dat kind, uh, die gaat lekker aan de sabbel, de sabbel, de sabbel. En dan gaan die borsten van de moeder, die gaan zich daarop instellen. En dan wordt die melkproductie ook gestimuleerd door dat gesabbel van dat kind. Dus dan komt langzamerhand komt die melkproductie bij die moeder op gang. En dat is ook precies goed, want dat kind kan die melkproductie nog helemaal niet aan. Uh, die kan al die melk niet verteren. Er zijn die darmtoestanden uh, magen, dus zijn is helemaal niet klaar voor. Daar kan je wel iets bij voorstellen, toch? Dus je geeft een kind dan een beetje de borst. En uh, ja, en dat moet dan. Ja, dat merk je vanzelf. Dat, dat kindje geeft het wel aan wanneer het weer. Uh, nou, ik lust wel weer wat. En dan geeft hij weer even de borst. Wij deden dat toen. Nou, je kan het zo vinden op internet wat gemiddeld dat is. Maar jouw kind kan anders zijn hoor. Een leuke om in de gaten te houden in die periode. is om. Uh, de, ja, op, is te kijken naar de hoeveelheid ontlasting. Als je het helemaal in balans doet. dan heeft je kind geen ontlasting. in die periode dat het gezoogd wordt. Dan gaat alles, alle moedermelk. die het kind ingaat wordt opgenomen door het lichaam van dat kind. Nee, dan komt er dus helemaal geen poep uit. Nee, maar dat is even lekker mandig. Hè? Dan heb je dus ook geen poeplijers. Dat is dan die eerste fase. En wat ook is vastgesteld in die fase... is dat... De, dat het hormoon gebeuren bij de moeder... daar kan je wel iets bij voorstellen... dat bij de moeder... En vrouwen zijn toch al zo hormoongevoelig. Hè? Denk aan de jaarlijkse, jaarlijkse de maandelijkse periode. Dat is allemaal één groot hormoon gebeuren, toch? Ja. Maar als het kind net geboren is, dan gebeurt er ook weer van alles met die hormoontoestanden bij de moeder. Maar ook bij de vader. Er is een bepaald hormoon, ik weet niet precies meer hoe het heet. Maar dat wordt dan door de vader aangemaakt, zonder dat hij dat uh, kan beïnvloeden. En dat hormoon dat geeft een gevoel van ja, zorgzaamheid, maar ook gelukzaligheid. Dus ja, die vader is als het ware hartstikke stoond van het feit dat hij een baby ruikt. Want dat is ook zoiets: baby's ruiken heel erg lekker. En dat is allemaal zo gemaakt. Ja, oh, dat was heel toevallig, want uh, als Darwin namelijk... Je had is dus ook mensen en die maakten baby's en uh, oh, die stonken echt, man. Gadverdamme. Ja, maar die zijn allemaal uitgestorven. En alleen de mensen met lekker ruikende baby's, die zijn overgebleven. Nee, zo is dat niet gegaan. Dat is helemaal niet waar, zo moet je ook niet denken. Baby's ruiken lekker. Zo is dat gemaakt. Zo is dat ontworpen. Dan kom je ook precies aan hoe je dus goed met een kind omgaat door ervan uit te gaan dat het een kind is van God. Je hebt als het ware een Mercedes CX7000XE gekregen. Met elektronische tiptoetschakelingen. Ja, een zo ingewikkelde motor dat jij ja, die, die handleiding. Er zijn zoveel pagina's. Dat kan je niet eens begrijpen, man. Zo'n dure auto. Met zoveel knopjes en zoveel dingetjes. Het is een heel geavanceerd gebeuren, het mensen lichaam, inclusief het hele gebeuren rondom het menselijk gezin. Want dat is ook nog iets fijns. Kijk, als jij een krokodil bent. Je bent een krokodillenmama. Nou, dan hou je natuurlijk net als een mens hou je ook erg van uh, seks. Maar dan alleen met krokodillen natuurlijk, hè? En dan ben je zo'n krokodillenvrouwtje... ...en dan ja, lekker geile krokodillensex ...ergens in zo'n vies slootje. Hè? En dan ben je helemaal lekker volgespoten... Met je, ...door je mannelijke partner. Want de transgender krokodillen... ...die krijgen dus geen kindjes... ...dus die zijn allemaal uitgestorven. En dan zo'n moederkrokodil... ...die heeft dan... Nou, ...de buik zit helemaal vol met al die eieren... ...al die bevruchte toestanden... ...en die gaat het land op. En die zoekt ergens een leuk kuiltje... En dan poept ze al die eieren in dat kuiltje. En dan gaat er een laagje zand overheen. En dan denkt zo'n commandos krokodil van... Nou, dat zit er weer op. En die laat de kinderen in de steek. Kijk, zo gaat een krokodil om met het nageslacht. Dat doen zeehondjes niet. Want ja. dat zijn zoogdieren. Maar dan nog... Zeehondjes en gewone hondjes en poesen. Neem een poes. Een poes zorgt voor het kroost. Nou, maximaal acht weken. Tien weken misschien. En dan niet meer. Is de poes klaar. Met het kroost. Hetzelfde geldt voor vogels. Het duurt maar heel kort. En bij een mens duurt dat. Maar lang. Ik denk het allerlangste van wat wij kennen. Dus als je het hebt over verschillen tussen mensen en dieren. Nou, een van de grote ruw verschillen. behalve het feit dat wij. taalbeheersing hebben, wat een dier niet heeft. Kom nou niet aan met dat dieren signalen kunnen geven. en dat signalen ook taal zijn. Want het is wel zo, signalen zijn een onderdeel van de taal. Maar als ik het heb over taal, dan heb ik het over wat je nu beluistert bij mij. En dat kunnen dieren niet. Maar ja, zeker, dieren kunnen kreten en dan honden kunnen... Ja, op een bepaalde manier... En bijen... Uh, bijen die kunnen elkaar uitleggen waar ze een, een bloemenveld hebben gevonden Daar hebben ze patroontjes voor En dan gaat zo'n bij dan en die doet een soort dansje En die andere bijen die doen Oh daar, oh, 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 oh En dan hebben al die bijen naar het bloemenveld Dus ze kunnen wel dingen doorgeven Maar dat is heel beperkt hè? En wij mensen hebben dus de taal Daar kom ik zo dadelijk nog op terug hoe belangrijk dat is maar een ander heel groot verschil tussen ons mensen en dieren is. de tijd die het kost. voordat een mens volwassen is. Voordat we hem in de steek kunnen laten. Voordat we hem los kunnen laten. Ja. In de steek klinkt een beetje dramatisch. Maar. Hè, voordat je het van je kind kan zeggen. Nou, je bent nu uit en wijs genoeg en nu moet je het zelf maar weten hoor. Ja, die tijd is. en schrik niet. is 14 jaar. Dan moet je het goed doen. Maar als je het 14 jaar lang goed doet als ouder, dan, heb jij, dan is jouw kind volwassen met 14 jaar. Dan is het wilsbekwaam. Om maar eens een mooie term erbij te halen. Een kind van 14, als die wil volleyballen, dan wil dat kind van 14 volleyballen. En dan heb jij je daarna te schikken. Dan hoor je niet te zeggen: van, Oh nee, dan kan je een volleybalduim krijgen. Nee, dat vindt mama niet goed. Nee, ja, dan moet je ophouden. Als je het goed gedaan hebt, natuurlijk. Hè? Als je het niet goed gedaan hebt, dan heb je iemand. en die is dan, heeft dan 14 jaar op deze wereld in de rondte gelopen. maar die is nog zo kinderlijk als een kind van zes. Ja, dan heb je het verprutst als ouder. Dat moet je niet doen. En als je goed naar mij luistert, dan, dan zal je het niet verprutsen. Echt niet. Maar 14 jaar is heel lang. Ik ken geen diersoort die er zo lang over doet om een kind goud te brengen. Want de olifant is bekend dat hij heel erg langdrachtig is. Maar als een baby-olifantje geboren wordt, ja, die, wordt denk, ja, die wordt gezoogd. Een olifant is een zoogdier. Maar hoe lang? En nadat de moeder olifant klaar is met zogen. Ja, dan nou loopt het olifantje mee in de kudde. Maar ja, die moet dan zelf maar eten en zo. Hè? Maar jij als ouder, joh, je moet er echt rekening mee houden. Dat als je begint aan dat grote avontuur wat kinderen heet. Uh, ja, dat is veertien jaar lang uh, in de banen. Je gaat van alles meemaken. Dat wordt hartstikke leuk wordt dat. Als je het goed doet, dan wordt het geweldig. Maar regel 1 is dus, het kind is niet van jou. En jij mag je zeggenschap heus laten gelden. Dat is verder geen probleem. En die zeggenschap, die schakel je alleen maar in als het echt niet anders kan. Het is niet zo dat jij uh, met je kind omgaat zoals een kind omgaat met een pop. He, want het is mijn pop en nu ga ik mijn pop aankleden... ...en nu gaat mijn pop in bad en nu gaat mijn pop dit... Bleep, bleep, he, ...een meisje met een pop of een jongen met een pop. He, de, de, de kind is, dat kind is geen pop. Het is je eigendom niet, je mag ervoor zorgen. Dat is het. En je zorgt voor je kind en als je merkt dat je... Uh, je, ...je hebt goed voor je kind gezorgd en het kind is tevreden... ...dan laat je je kind met rust... Ik zag, niet zo lang geleden liep ik hier in de stad... en er kwam een jong stel voorbij met een kinderwagen. En die moeder die liep achter de kinderwagen en die zat... terwijl ze dus aan het duwen was, zat ze gezichten te trekken naar dat kindje toe. Nou, dan ben je gek in je hoofd. Dat doe je niet. En niet. Als je dus beseft dat dat kind een kind van God is... En jij bent de moeder en het is jouw taak om te zorgen voor dat kind. En het is niet jouw taak om gekke gezichten te trekken voor dat kind... en bloep, bloe, 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 te gaan zeggen en aandacht te trekken van dat kind. Dat doe je niet. Als je wil weten hoe je verhouding moet zijn ten opzichte van het kind... kijk naar iemand in de horeca. En dan een goede Een goeie barkeeper. Een, een goede hotelier. Een goede barkeeper, en dan zit jij aan de bar. En dan zit je met iemand te kletsen. En dan, dan kijk je naar je eigen glas. Denk je, oh, dat is bijna leeg. En dan kijk je naar het glas van die ander. Dan denk je, oh, dat is ook bijna leeg. En dan draai je je om richting de barkeeper. En wat blijkt? Die man of vrouw die komt al op je aflopen. Dus die barkeeper, een goede barkeeper, die houdt de hele tijd iedereen in de gaten. En die ziet uh, half lege glazen. Die, uh, uh, ja, dat ziet hij allemaal. Of zij. Hè? En als hij dan die beweging ziet, uh, dat iemand zich dus aan het omdraaien is, dan weet hij al, oh, die gaat bestellen. Dus die, die barkeeper die komt er altijd gelijk al aanlopen. Een goede. Een goede barkeeper heeft ogen in zijn rug. Nou, zo moet jij zijn naar je kind toe. En wat je niet doet. en sommige barkeepers doen dat. Uh, die gaan ze praatjes maken met de gasten. Uh, dat moet je niet doen. Dat is jouw taak helemaal niet. Het is niet jouw taak om dat kind bezig te houden. Daar heb je speelgoed voor. En een hele goede. wat ik mij kan herinneren. van mijn oma. was dat. Uh, ja, ik was een moedje. En de, kortom, mijn ouders hadden helemaal niks geregeld voor die zwangerschap. En, ja, in één was mijn vader verantwoordelijk voor mij. En hij had nog helemaal geen eigen huis, hij had nog geen inkomen... hij moest nog in militaire dienst, en, nou, allemaal toestanden. En vanwege die al die toestanden trok mijn moeder in... Bij mijn vader. En ze kregen daar de grootste kamer. Zo'n groot huis was het niet. Maar de grote kamer was dan voor mijn vader en mij en mijn moeder. En overdag. Ja, mijn moeder moest werken. En wat mijn vader toen deed, weet ik ook niet. Maar die heeft dan een tijdje in dienst gezeten. En daarna ging die ook werken. En overdag was ik thuis met mijn oma. Ja, en ik weet ook nog dat ik dan. aan het spelen was in de woonkamer. met mijn vrachtautootjes. En dat mijn oma naar me toe kwam. En dat ze een pot met rijst had en dat ze een hoopje rijst op de vloerbedekking uitschudde, op zijn limburgs, strooien zeggen wij. En dat ze tegen me zei, hier, dan heb je wat om mee in de ronde te rijden. Dan kreeg ik dus een bergje rijst voor in mijn vrachtauto's. En mijn oma die draaide zich om en die liep naar de keuken en die ging haar eigen ding doen. Kijk, zo ga je met kinderen om. Niets mee bemoeien. Niet doen. Een goede hondeigenaar. Honden eigenaar doet precies hetzelfde. Een slechte honden-eigenaren, die gaan de hele tijd. Dan maken die honden zenuwachtig mee. Je moet een hond negeren. Als een hond jou nodig heeft, dan komt hij naar je toe. Een hond moet je met rust laten. Anders krijgen ze een drukke hond. Die de de tijd gaat lopen blaffen als hij buiten wat hoort. Dat moet je niet doen. Zo moet je je kind dus ook met rust laten. En dat is heel belangrijk, altijd. En die belangrijkheid begint al met dat wanneer het een baby is, laat die baby's met rust. Zo belangrijk. En natuurlijk. Uh, hey, uh, Zo'n kindje vindt het fijn om bij mama op schoot te zitten. of bij papa op schoot. of lekker in de draagdoek. Uh, dat is allemaal wel prima. Natuurlijk vinden die kinderen dat fijn. Maar jij kan onderwijl, kan je bijvoorbeeld werken. Je hoeft niet te praten tegen dat kind. Dat hoeft helemaal niet. Het kan toch in Nederlands verstaan. Het is een zak moleculen die uh, ja, slubbert en er komt poep en piezen uit. That's it. En dat hele geestelijke aanwezigheidsgebeuren, dat is er allemaal aan het, aan het opstarten. Laat dat met rust. Je kan er een hele hoop aan verprutsen hoor. Als je dat dus niet doet. Als je een kind vanaf, dat jonge, vanaf die jonge leeftijd al dagelijks bezig gaat houden. Want zo'n kind gaat dan denken dat dat normaal is. En dat het dus bezig gehouden moet worden. Ja, dan heb je zo dadelijk iemand en die is dan elf en die kan dan niet zelfstandig gaan spelen. En zit dan bij mama iedere keer, ja, ik verveel me zo en ik weet niet wat ik moet doen. En dan heb jij er genoeg van en zeg je, nou, nou moet je maar eens wat voor jezelf gaan lopen doen. Ja, daar had je mee moeten beginnen toen dat kind klein was. Toen had je het al met rust moeten laten. En dan zal het jou later, op latere leeftijd, zal het jou ook met rust laten. Want dan is het niet anders gewend. Mama doet haar eigen dingen, papa doet zijn eigen dingen en ik doe mijn eigen dingen. Zo kweek je een rustig, stabiel mens. Snap je? Nou, ik heb het even genoemd, hè, borstvoeding dat is ontzettend belangrijk. Niet gaan denken aan uh, flessenmeuk. Uh, niet aan denken: borstvoeding. En als je kind klein is, dient mama thuis te zijn. Dat is er ook zo. Mee. En dat moet voor de borstvoeding. Ik heb dan. Ik had zo'n zo aparte. Nou ja, wel apart, modern of hoe weet dat. Zo'n vrouw en die moest dan per se werken. En daar hebben wij. Uh, ja, ik heb er ook aan meegewerkt. Maar dus dan gaat zo'n vrouw kolfen. En het was mijn edele taak om die kolftoestand. Elke keer als zij dus, uh, de volgende dag moest werken. dan stond ik s'avonds alles uit te koken. zodat het s'morgens helemaal steriel was. En op haar werk ging zij dan kolven. en dan die gekolfde melk, die kreeg ik dan. en die deed ik in van die. Dat zijn die zakjes waarmee je ijsklontjes maakt. van die plastic uh, boterhammenzakjes achtig iets. iets hè. En daar goot ik dan die moedermelk in en dat invriezen. Ja, dat kan ook. Ja, dat kan ook. Ja. Dat is wel een heel gedoe. Ja. En als die moeder dan op het werk was, dan had ik dus de ingevroren melk van de week daarvoor. Of de dag daarvoor. Ja. En dan gebruikte dat deed ik dat in een flesje en dat kreeg het kind. Maar dat is een hoop gesodemieter. En waarvoor eigenlijk? Als ik er nu op terugkijk, dan denk ik wel ja... Dus zij had dan een baan, maar uh, ja, zo'n geweldige baan als het over niet. En het kostte ook nog geld in die zin dat ja, als die moeder dan op het kinderdagverblijf zit, eh, dat de moeder op de werk zit. Ja, ik, kan niet, ik kon niet de hele tijd dan thuis zitten. Ik had ook een drukke baan. Ik had echt een drukke baan. Ik had een drukke baan en zij deden er iets leuk erbij. En dan moest dat kind twee dagen in de week naar het kinderdagverblijf. En dat is niet gratis, hè? Dus Daar betaal je ook nog voor. Dus... Nou, in principe, uh, mama thuis hoor. Dus er, wordt dan eventjes, ja, er worden denk ik geen luxe tijden of zo. Zeker tegenwoordig niet. Dat het allemaal zo duur is en je moet zo hard werken. Maar het is denk ik te verkiezen als je enigszins de mogelijkheid hebt dat mama lekker thuis is, en dan zeer zeker die eerste tijd als het een baby is. En dan krijgt het de borstvoeding lekker van mama, elke dag lekker hetzelfde. Nou, en die kinderen, die kleine kinderen, die houden niet van afwisseling. Ja, dus dat, dat bezighouden, wat ik die moeder zag doen terwijl ze met dat kind over straat liep. En dan allemaal bliep, 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 bliep. ja, mama zie je, hey, ja, boe, ja, boe. Wanneer je contact maakt met je kind, moet je niet doen, hè? Het feit dat je met het kind naar buiten gaat, is al een heel avontuur voor dat kind. Uh, voor die moeder is het misschien apen, uh, apen-saai. Want die kent die winkelstraat al helemaal uit haar hoofd. En hier zit uh, de action, en daar zit uh, de blokker, en daar zit het dit, en die weet het allemaal wel. En, uh, en die zoekt dan een beetje futur. Maar dat kind, uh, de, al, die, al die geluiden, al die geurtjes, die heeft dat al hartstikke druk. Ja. Huh? Dat merkte ik ook met, als ik met dat kind thuis was. Dat ik prikte dat kind in de woonkamer op een paar kussens. We hadden drie poezen. En eentje die had geen bovenvacht. Die had het altijd koud. Dus die wilde het liefst altijd en overal bij iemand op schoot zitten. Dus nou, die poes die zat altijd bij haar op schoot. En dan legde ik een boekje neer met een nijntje of zo. Ja, Zo'n boekje. En zo'n tuimelbeker erbij, of tuitbeker, maar die beker die, die dus niet omvalt. Hè? En dan kon ik lekker naar de keuken kon ik rommelen. Hield ik me bezig met het kind? Nee, helemaal niet. Kom je erbij? Verveelt zo'n kind zich? Nee, kom je erbij? Er de, 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 de komt een poes langslopen. Nou, dat is voor zo'n kind alweer een heel avontuur hoor. Oh, de, de poes komt. Oh, oh, oh. Dat heb mijn kind heel lang gehad. De, de kleinste indrukken uh, maakt op haar al heel veel indruk. Terwijl als je je kind heel veel indrukken geeft. Dat deed de moeder van mijn kind, die, als zij dan thuis was met dat kind, nou dan moest die op bezoek komen en, die, hup, hup, en dan het kind weer mee in de kinderwagen en dan gaan we weer hier op bezoek en oh, allemaal toestanden. En ja, dan gaat dat kind daaraan wennen. Dan krijg je dan, ja, dat merkten wij ook, dat, dat kind had er echt last van, van die drukkigheid van die moeder. En de huisarts die zei ook tegen ons: toen we dus met problemen, dat kind wilde niet slapen. Dat die huisarts zei: Ja. Denken jullie er als ouder wel om dat je dat kind niet zoveel prikkels geeft? Ja, bij die moeder van mijn kind heeft dat niet zoveel zin om dat soort dingen te zeggen. Omdat het dan kritiek is op haar gedrag. En ja, bij die moeder. Uh, die, die kan niet omgaan met kritiek. Die, die ziet dat als een persoonlijke aanval. Dus uh, ja, die schiet dan in de verdediging of in de aanval, of hoe je het maar wil zeggen. Dus die kan daar niet mee omgaan. Nou, voor een kind moet je zorgen voor totale rust. En jij als ouder. Uh, Jij zorgt voor het huis. En daar ben je mee bezig. De planten water geven. Een beetje opruimen. De, de vensterbanken afnemen. Toiletpapier vervangen. Zeg maar. Afwasje doen. Handwasje draaien. En nou, eens per dag ga je met z'n tweeën lekker de deur uit. Ga je boodschapjes doen. Alles lekker kalm, lekker rustig. Oh ja, en waar kinderen van houden. is dat je van tevoren aankondigt. Ook al zijn ze nummer één. Maakt niet uit. Maar als je dus uh, met dat kind dan boodschappen gaat doen. dan zeg je tegen dat kind. in gewoon volwassen taal. Volwassenen taal. Dan zeg je. zo dadelijk gaan wij we boodschappen doen. Rustig spreken tegen zo'n kind. Leer het gelijk Nederlands. Geen kindertaaltjes, uh, geen verkleinwoordjes, allemaal niet doen. Gewoon volwassen Nederlands spreken tegen je kind. Korte zinnetjes. En alleen zinnetjes die ertoe doen. Dus niet een heel verhaal, want we gaan dadelijk boodschappen doen en dan gaan we eerst naar de koop op want daar moeten we dit halen, daarna moeten we langs de stomerij, dan gaan we dat halen, want en dat is een heel verhaal. Daar heeft een kind helemaal niks aan. Maar de, boodsch... de, de boodschap van we gaan ze dadelijk boodschappen doen, dat, dat is toch prima? Beperk je in wat je tegen je kind zegt. Dus weer dat is weer dat verminderen van die prikkels. Het gaat om de eerste levensjaren dus. Hè? Niet te veel aandacht in die kinderen stoppen. Laat ze lekker zelf betijen. En kijk maar wat ze zelf willen. En ga daarin mee. En voor de rest niks. Het is niet je pop. Pak een vrouw en die had een hondje en dat hondje was oud. En ze zei ja, ik vind het niet leuk dat het hondje nou zo oud is, want vroeger was hij veel leuker. En dan kwam hij heel kwispelend op me af en dan wilde hij altijd spelen en had ik echt wat aan hem. En nu is dat hondje oud en heb ik er helemaal niks meer aan. Hij zit de hele dag maar een beetje in zijn mand en hij kijkt een beetje glazig om zich heen. En zij bekloeg haar lot. Nou ja. Nou haal je het hier over een oude vrouw met een oude hond. En nou, zo'n vrouw heeft natuurlijk die hond voor de gezelligheid. Dus, dan nog steeds vind ik het niet leuk dat die vrouw dan klaagt over de ouderdom van haar hond. Maar eh, het is tot daaraan toe. Maar zo mag je niet kijken naar je kind. En je kind is er niet om jou bezig te houden. je? jij bent er om te zorgen voor dat kind... Hou dat heel goed in de gaten. En wat jou daarbij kan helpen, is dat kind te beschouwen niet als jouw eigendom in die zin, maar dat het dus een kind is van God waar jij voor mag zorgen, kan zorgen en dus moet zorgen. En voor de rest heb ik daar niet zoveel over te vertellen, over die eerste jaren. Oh ja, taal, daar begon ik net over. Hè? Voorlezen is erg belangrijk met kinderen. Want dat moet, wat mij betreft, dagelijks gebeuren. En het liefste voor het slapen gaan. Maar je kan ook overdag een stukje voorlezen. Je hoeft het niet te overdrijven. Maar tien minuten per dag even voorlezen. Vijf minuten per dag. En dan elke dag. Maak daar een gewoonte van. Maak daar een ritueel van. Zo snel mogelijk. En het maakt niet uit of kinderen nou al echt kunnen praten. Of dat ze überhaupt Nederlands begrijpen. Dat doet er allemaal niet toe. Het gaat erom dat jij als ouder je stem laat horen. En dat bij het voorlezen, als je kind natuurlijk lekker op schoot. En dan heb je zo'n boekje. En, en dan lees je iets voor. En dan lees dan iets voor. Wat. Ja. Met, met een mooi verhaal. En wat ik zelf uitstekend vond. Dat was Martin Toonder. De verhalen van Olie B. Bommel en Tom Poes. Dat is erg leuk. Dat kan je voorlezen vanaf het allerjongste aller jaar. Dat maakt niet uit. En het is voor jou als ouder ook leuk om voor te lezen. Omdat die verhalen. dat zijn, verhalen zijn geschreven voor volwassenen. Maar er komen geen vieze woorden in voor. Er wordt niet in gescholden, er komt geen geweld in voor. En het is flat character, dat betekent er zit geen ontwikkeling in. Ieder verhaal begint hetzelfde en ieder verhaal eindigt hetzelfde. Het heet flat character. Dus het is niet zo dat Olie B. Bommel door de boeken heen um, steeds meer dingens wordt ofzo. En Olie B. Bommel blijft altijd dezelfde, Wammes Wachel is altijd dezelfde. En kinderen houden daarvan dat altijd alles altijd hetzelfde is. En vandaar dus ook geen al die prikkels en afwisseling. Daar heeft een kind helemaal geen behoefte aan. Ik zag dat een keer met zo'n Nederlandse comedian, die dat ook ontdekt had. Dat, dat zijn, hij was dan ook verantwoordelijk voor kinderen. En dan ging het erom welke videoband er gekeken moest worden. En dat die kinderen dan uh, kozen voor die ene band. En dat hij zei: Ja, maar die heb je al drie keer gezien. Waarom wil je die nou zien? Die heb je al drie keer gezien. Joep van het Hek heet hij. En die kinderen zeiden: Ja, die heb ik al drie keer gezien. Dus die wil ik zien. En Joep van het Hek zei: Ja, maar die heb je al drie keer gezien. Waarom? Die wil je toch niet? Ja, maar juist omdat ze hem drie keer hadden gezien, wilden ze hem nog een keer zien. Want dat zijn de extra leuke. Die heb je al drie keer gezien. Dus dan weet je precies wat er gaat gebeuren. Dat vinden kinderen leuk. Kinderen zitten helemaal niet te wachten op spannende nieuwe ontwikkelingen. Die vervelen zich helemaal niet. Die, die hele breinpartij die moet nog opgestart worden. Vergelijk het maar met dat je zelf. Uh, ga maar op Duolingo een nieuwe taal leren. Ik ben het nu aan het doen met Hebreeuws. En dan beginnen ze met hele eenvoudige woordjes. En alles maar dezelfde woordjes. Alles maar dezelfde woordjes. Alles maar hetzelfde. Alles maar hetzelfde. Ja, want ik moet dat hele Hebreeuws nog... Ja, daar moet ik nog aan wennen. En wat geen enkele zin heeft... is om mij dan uh, gelijk al in het begin vol te pompen... met al die verschillende woorden. Met weet je wel hoe ze... Uh, hoe de krant luidt op het uh, Hebreeuws en het verschil tussen krant en een magazine en een cake en een taart en een appel en een sinaasappel. Dat is allemaal veel te veel. Dus, uh, hoe het begint met Duolingo dat te leren? Nou, dan leer je het woord voor mama, je leert het woord voor papa en je leert het woord voor gaan. Of zo? Nee, nee, voor komen. Dat is het, ja. Uh, ababa. Betekent. Papa komt. En, uh, Imaba. Dat is. Mama komt. En dat blijf je maar herhalen. Maar zo moet je dat met je kind ook doen. En dan maar hopen dat je kind ook een beetje terug gaat praten. Maar. Het... Ja, daar moet je nog niet te veel van verwachten in het begin. Dat, dat komt wel vanzelf. En als je kind. In het spreken tegen jou fouten maakt, ga je kind niet lopen verbeteren. Zorg ervoor dat jij, als je wat terugzegt tegen dat kind, dat jij het correct zegt. Dus je kind vraagt iets aan jou van is er en dan komt er een, een slecht geformuleerde zin met het, het onderwerp verkeerd om of zo weet ik van wat. En dan herhaal je die zin ter bevestiging van oh wil je soms weten of papa naar de tuin is? En het kind zegt ja. Nou, papa is naar de tuin. Dus niet tegen je kind zeggen "Nou, dat zeg je niet zo. Maar je herhaalt die zin op de correcte manier en vraagt of dat hetgene is wat jouw kind bedoelt. Zo leer je je kind goed spreken. En dus altijd aanspreken alsof het een volwassene is. Ja, heel graag aan de babytjes kan je do-do-die-do-do, do do -di doe, die -do, 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 do Een keertje voor de lol. Maar niet de hele tijd. Nou, ja, dus dat naar bed brengen. Waarbij ik zei dat, dat voorlezen is belangrijk. Daarbij, daar zijn wij mee begonnen. met toen het kind één was. Toen kwam er een vast ritueel. En dat was dan. Ja, niet eerst tanden poetsen, want kinderen hebben dan nog geen tandjes. Hè? Maar dan al pyjama aantrekken. En later wordt het dan tanden poetsen erbij. En dan voorlezen. En dan deden wij. Uh, nog een liedje zingen. Samen. Zo. In eerste instantie doe je dat als ouder dan uh, in je eentje. Of wij deden dat zo. Of het echt zo moet bij iedereen, weet ik niet hoor. Maar dat is dan wel leuk. Een leuk klein grappig liedje. Wij zongen dan uh, op een kangeroe-eiland. Op een kangeroe eiland... waar men kangeroes vindt... doe-doe-doe-doe-doe-doe... zit doe, 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 een hoe, der met haar kangeroekind. Dat is een mooi liedje. Hè? Ja, je kan dat liedje nemen... Je, je kan ook een ander liedje nemen. Lekker kort, hè? Een heel kort liedje. Het is meer dat het een ritueel is. En dat het elke keer... Zo gaat. Daar worden kinderen rustig van. Het dak mag eraf gaan van de woning, maar als we gaan slapen, dan gaan we eerst dit, dan dat, dan zus, dan zo, dan gaan we voorlezen en dan zingen we op een eiland. Maakt niet uit wat er gebeurd is. Het is die geruststellendheid die je daarmee. Erin wrijft. op een warme manier. bij je kind. Dat zijn hele goede tips die ik nou geef. Hoor. Dus dan maar, we zijn er maar. die kinderen dat ze 1, A, 2, A3 zijn. Hè? Dus dan even samen te vatten. Hou er rekening mee dat. die kinderen niet zitten te wachten. op allerlei indrukken, want de indrukken die er zijn. Die zijn al zo overweldigend dat ze dat nog maar met moeite kunnen verhapstukken. En ga je ze te veel indrukken geven, dan leer je ze alleen maar een hele slechte gewoonte aan. Namelijk dat ze hapslik gaan consumeren. In de, in de indrukken dus. Terwijl je er naartoe wilt dat jouw kind alle indrukken heel zorgvuldig gaat verwerken. En daarom dien je de hoeveelheid prikkels minimaal mogelijk te houden, zodat ieder kind de prikkels die er zijn maximaal kan verwerken. Snap je? Dat je kind dus de tijd krijgt om elke prikkel uh, helemaal te beleven. En net zoals dat je lekker aan het eten bent, dat je. Uh, goed proeft. Als je maar gewoon alles maar wegschrok. Van, oh ja, dit. Uh, 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 Slik door. Gek dan volgende. Oh ja, er zit ook oh Chateaubriand. Oh ja, er zit ook in. ja, no, dat is over nieuw. Ja, ja, allemaal op. He? Heb je dus niet gegeten? He? Dus je moet, als je eet, moet je ook goed proeven. En zo moet je kind dus ook goed proeven. met alle indrukken die het dagelijks krijgt. En dat kunnen hele simpele dingetjes zijn. De, neem mij dus met mijn vrachtautootjes en, en dat ik als dus een bergje reis kreeg van mijn oma. Jongen, dat was voor mij echt een, een nieuwe dimensie aan het met de vrachtautootjes spelen. Want nu had ik plotseling echte goederen om te vervoeren. En dan ben ik helemaal van de wereld af. En dan voel ik mezelf heel, heel belangrijk, want ik ben niet zomaar aan het bezig nee, maar Ja, ga ik ben aan, uh, aan het vervoeren. En ja, de wereld van een kind is in die zin heel erg klein. En daar moet je respect voor hebben. En voor jou als ouder ja, is het ook best wel makkelijk om erop toe te zien. Want ja, die wereld van die kinderen is toch zo klein. Dus, hè? Je hoeft ze maar heel weinig te geven. Kinderen hebben om die reden ook helemaal niet veel cadeautjes nodig of speelgoed nodig. Ze dus moeten die speeltjes hebben ja, die ze leuk vinden. En that's it. Dat hoeft helemaal niet zoveel te zijn. Zeker als het kind klein is, heeft het maar weinig nodig. En het is zo leuk om dat gut dan bezig te zien met helemaal niks, hè. Oh, en ook nog een andere over dat, uh, de voeding voor het kind. Ik zei dus dat borstvoeding heel belangrijk is. En zo lang mogelijk volhouden. Vandaar dus mama lekker elke dag thuis, elke dag borstvoeding geven. En ja, dan kan mama dus niet werken. Dat is een helaas pindakaas. En dan moet papa dat maar doen. Ja, ja sorry. Maar... Ja, vroeger deden we dat ook zo hoor. Dus waarom nu niet? En als de omgeving daar een maf over doet, dan moet je gewoon zeggen: Ja, ik heb naar Perry geluisterd. En wat Perry zegt, dat vind ik ergens op slaan. En wat jullie zeggen, dat vind ik helemaal nergens op slaan. Zo moet je dat zeggen, maar tegen die mensen. Maar goed, als er dat kind aan de vaste voeding gaat. Denk dan om uh, allerlei smaken. Kijk, de smaakontwikkeling bij een kind, dat moet nog helemaal ontwikkelen. Dus een kind heeft niet echt een smaak. Een kind kan niet echt iets lekker vinden. Wel weer geldt het dat het niet te prikkelend moet zijn. En denk dan bijvoorbeeld aan... Uh, wat wij deden met ons kind, Er waren uh, uh, fruithapjes maken. Gewoon een, een appel die je uh, zo, door zo'n... Zo'n keukenmachine haalt, uh, hoe noem je een zo ding. Zo'n staafmixer. Ja. En dan verpruts je dat. Of ja, je, je kookt een appel en maakt je zelf even snel appelmoes. Heb je ook zo klaar. Hè? En wat je niet doet is suiker. Je, je mag een kind wel een keer een snoepje geven. Maar dat is net zoals je neven voor een bejaarde. Dat is het leuk als het feest is. Hè? Maar in principe geen suiker voor kinderen. Helemaal niet. Suiker is niet, niet tof. Dat moet een kind ook niet leren. Dat is geen smaak die een kind moet aanwennen. Nou, kinderen, ons kind bijvoorbeeld, dat kreeg dan uh, ja, van die fruithapjes, maar we maakten ook groentehapjes. Dan neem je gewoon een stuk wortel. En dan die wortel een beetje koken en dan ook door de, de staafmikkels. Zo... Maak je er van die prut van. En dan zo'n klein bekertje en dan een lepeltje erin. En, uh, en dan kon ze zo een wortel gaan lepelen. Ja? Dus die olfarietmeuk, babyvoeding en zo. Dat heb je helemaal niet nodig. En dan uh, variëren. Veel variëren. Uh, kijk maar wat erin kan. Uh, kijk maar of het Venkel lust. Zullen ze waarschijnlijk wel lusten. Venkel. Broccoli lusten ze, denk ik wel. Bloemkool lusten ze. Tomaten moet je een beetje de mazzel mee hebben. Want tomaten dat is nachtschade. En tomaten en paprika, en, dat kan een beetje gevoelig liggen. Daar moet je mee oppassen. Maar gewoon pro proberen. Als, je, als een kind dat lekker vindt, dan is er niks aan de hand. Nou, fruit natuurlijk. Maar vooral belangrijk is dat je het afwisselt. De ene dag bloemkool en de andere dag broccoli. De voedsel dus niet elke dag hetzelfde. Wel elke dag voorlezen en een liedje zingen en dezelfde tijd op en dezelfde tijd naar bed. Of ongeveer, of ook niet al te strak, maar zo ongeveer. Maar het eten dat moet variëren. Omdat je die, dat smaaksysteem van het kind dat moet allerlei smaken. Uh, wennen, aanwennen. En dan dus uh, niet te wilde smaken, en zeker niet gaan werken met kruiden. hebben kinderen helemaal niet nodig. Nou, dan zijn we nu gekomen, dus uh, de opvoeding van kinderen, zo. Dat uh, had een jaartje of twee, drie of zo. Hè? Ik heb voeding gehad. Veel rust geven, voorlezen, hoe je tegen ze moet spreken, dus dat je volwassen taalgebruik gebruikt. Kinderen niet corrigeren in de taal, maar als ze dan iets heel fout zeggen, dan herhaal je het op de juiste manier en vraag je om bevestiging. En als een kinder zegt, ja dat bedoelde ik, dan zeg je oké. Okay. Onze dochter die vroeg bijvoorbeeld. Die had het altijd over rimolade. En dan bedoelde ze limonade. Maar ze zei altijd: Rimolade. Nou. Ze Oh, weer limonade? Ja, zei ze: Rimolade graag. Ze, nou, krijg jij een glaasje limonade? Hier, heb jij een glaasje limonade? Ik heb nooit tegen haar gezegd: Van je zegt het fout. Natuurlijk niet. Zij hoort het namelijk zo. Die, die kinderoortjes, dat, dat werkt allemaal nog niet. Dat, uh... Ja, dat is in een keer zo. Dus het heeft geen enkele zin om dat kind te corrigeren. Snap je? En zo zorg jij met heel veel tijd en heel veel aandacht voor dat kindje, wat niet van jou is, maar wat van God is. En jij gaat ademloos kijken en bewonderen hoe dat kindje van God zich ontwikkelt. En hoe ongelooflijk mooi het is om daarvoor verantwoordelijk te zijn. En blij dat je wordt, jongen. En lekker dat je s'avonds gaat slapen. Oh. En trots dat je wordt na afloop. Als je dan, hè, die van mij is dan 19. Die heb ik vandaag aan de telefoon gehad. Nou, die kan lekker kletsen hoor. Ja, vind je het gek? Want ze is wel wat gewend met de papa. En nou heb ik een beetje zorg nodig, omdat mijn arm uh, een beetje buiten dienst is. Ja, en zij komt dus langs, hè. En dan gaat zij van mij koken. Ze zei nog van, zal ik vanavond even langskomen om de afwas te doen, pap? Toen zei ik, Mah. Als je het heel leuk vindt, vind ik het gezellig, maar hè. Uh, dan kan ik wel wachten tot dinsdag, hoor. Maar uh, anders was ze langsgekomen, hoor. Dat ze voor mij even mooi afgewassen. Kijk, en daar gaat het jou om. Dat is even ter afsluiting, maar jij moet met jouw kind omgaan op die manier. Je moet zorgen voor je kind op die manier waarop jij wilt dat dat kind zo dadelijk voor jou gaat zorgen als jij afhankelijk bent van dat kind. Want die tijd, dit, die komt op een dag. Uh, en nu voor mij, dit is nu tijdelijk. Ik heb een operatie gehad in mijn hand. En dat uh, is over een tijdje dan wel weer uh, hunky-dory ropen. Ja, en dan ben ik niet meer van haar zorg afhankelijk. Maar nu dus even wel. En zodanig als ik echt oud word. Nou, ik zal in een belanden. Maar uh, in principe, als je ouder wordt. dan heb je toch een beetje die zorg nodig van die kinderen. Hè? Nou, zoals jij wilt dat er voor jou gezorgd wordt door jouw kind. als jij straks oud en de dagen moe bent. Ja, zo moet je dus zorgen voor jouw kind als het van jou afhankelijk is. Dat moet je altijd goed in de gaten houden. Zoals in de Bijbel staat. Doe tegen anderen zoals jij wilt dat anderen doen tegen jou. Dus zorg voor degene die afhankelijk is van jou, als jouw kind. Zorg voor diegene die van jou afhankelijk is. op die wijze dat jij wilt dat er voor jou gezorgd wordt als jij afhankelijk bent. Snap je? Dan hou je het eerlijk en in balans. En doe je het goed. En dan ben ik trots op je, en is je kind straks trots op je. En dan bovenal, dan ben jij straks trots op jezelf. Nee, maar dan gaan we lachen. Dan zijn er drie partijen, drie partijen trots op jou. Ik, je kind en jezelf. Nou. Vol van vertrouwen naar deze goede instructie zeg ik tegen jullie aanstaande ouders, tjus en denk er maar eens rustig over na.